Neeltje Maria Min was 22 toen ze in 1966 debuteerde met de bundel gedichten die heet Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Ik heb hier de 15e druk uit 1983. Toen was ik 18. En daarmee was ik de tweede generatie die heel erg geraakt was door het titelgedicht Voor wie ik lief heb. Wil ik heten. Het is een van de bekendste gedichten wel uit de Nederlandse literatuur. Misschien heb je er wel eens een regel uitgehoord of misschien ken je het gedicht ook al. Ik wil het graag voorlezen en bespreken. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan, o noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Een kort gedicht, 8 regels. 3 strofes, rijmend, eindruim, een metrum, mijn moeder is mijn naam vergeten, pom pom pom, het jambus zijn dat, vrij klassiek van vorm. En steeds maar die naam en dat heten en dat noemen. Regel, welke regel gaat over een naam, over een naam? Regel 1. Mijn moeder is mijn naam vergeten. 2. Hoe ik heet. 3 staat even niet over in het van een naam. De derde strofe. Noem mij. Noem mij, noem mij. Oh, noem mij. 4 keer zelfs die exclamatie. Noem mij, oh, noem mij. Bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. En dan is er weer dat heten in die laatste regel. Er is iets bijzonders aan de hand met die naam en met dat heten. Iets wat verder gaat dan, nou ja, Neeltje Maria. Dat iemand zegt Neeltje Maria. Het gaat verder dan dat. Het gaat om gekend zijn. Het is een verlangen om te zijn gekend. In de eerste strofe wordt een bepaalde situatie beschreven waarin iemand niet is gekend. Mijn moeder is mijn naam vergeten, mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Gaat het over een demente moeder die de naam van een kind is vergeten? Je kunt er natuurlijk iets in lezen en je kunt allerlei associaties bij hebben die heel betekenisvol zijn. Als je zoiets hebt meegemaakt, iemand, dan zal dat zeker meespelen in de betekenis die je daar terecht aan geeft. Maar ik denk dat je in het algemeen kan zeggen dat een moeder die je naam is vergeten, dat dat een metafoor is, een manier van zeggen dat je niet meer gekend bent door je moeder, zoals je als kind gekend bent in een liefdevol gezin. Dat je je helemaal gekend voelt. En juist in de jonge volwassenheid, en ik denk dan toch duidelijk ook aan de jonge dichteres die dit schreef, in de jonge volwassenheid, in de adolescentie, in de jonge volwassenheid, kan je de ervaring hebben dat het niet meer genoeg is om gekend te zijn door je ouders. En ook dat je ouders jou niet meer door en door kennen. Maar ook een nieuwe geborgenheid is er nog niet. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Mijn moeder niet meer en mijn kind nog niet. Dus eigenlijk in een tussenfase zit je waarin je je afvraagt hoe moet ik mij geborgen weten? En daarna komt dan die smeekbede, die uitroep om genoemd te worden. En dat noemen is meer dan alleen
dat iemand je naam zegt. Noem mij, bevestig mijn bestaan. Genoemd worden is bevestigd worden in je bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Dat is een bijzondere vergelijking. Mijn naam als een keten. Een keten waarmee je wordt gebonden, waarmee je een band aangaat die ook een gebondenheid betekent. Of is het een keten in de tijd? Daar denk ik ook op een of andere manier aan. Noem mij, spreek mij aan. Noem mij bij mijn diepste naam. Noem mij bij mijn diepste naam. Zie wie ik heel diep van binnen ben. Zoiets. En het besluit. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Het verlangen om gekend te worden door een geliefde. Neeltje Maria Min heeft het bijzonder mooi beschreven. Een gevoel dat denk ik veel mensen herkennen. Het is ook een heel populair gedicht. En misschien met name wel een gedicht dat jonge mensen herkennen. Ik lees het nog een keer. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten.